Bij handel en administratie maken we gebruik van een Google Agenda. Hierin zetten we alle toetsen en andere activiteiten. Hoe kun je hem nou toevoegen aan je eigen Google account? Dit om bijvoorbeeld de agenda op je telefoon te zien of zelf te bekijken in je eigen Google account. Dat doe je als volgt. Je meldt je eerst aan bij je eigen Google account. Dan klik je op agenda. Hier kun je dus een eigen agenda maken, maar je kunt dus ook agenda's van anderen toevoegen. Hoe doe je dat? Je klikt op het pijltje naast andere agenda's. Dan klik je op de agenda van een kennis toevoegen. Je krijgt dan dit schermpje. Hier vul je in regenstijnschipper@gmail.com. Dat is de code van de agenda van handel en administratie. En je klikt op toevoegen. Je ziet dan hier in je lijstje agenda's dat handel en administratie Regenstein erbij komt te staan. Zoals mevrouw Bont of ik dus iets erin zetten, dan zie je dat ook in je eigen agenda. Ook kun je er via de URL's pagina bijkomen door hier op agenda bekijken te klikken. En dan zie je ook de agenda en de dingen die erin staan. Op dit moment staat er niet wat in. Op deze manier voeg je hem dus toe aan je eigen Google account.